Het is dag 3 in Londen en wij werden vanochtend wakker met het nieuws dat het waarschijnlijk toch wel een aanslag is geweest. De 3 daders zijn wel dood. Ja, en op dat moment waren we waarschijnlijk bij Piccadilly Circus. En er waren wel veel ambulances en zo, maar misschien was dat ook ergens anders van. Dat kan ook zo zijn. En er zijn helaas wel doden gevallen, maar we gaan er gewoon nog een leuk weekendje van maken. En we gaan gewoon doen wat we nog wilden doen. We gaan vandaag als het goed is naar een musical. We gaan als eerste even naar zo'n punt waar je kaartjes kan krijgen voor de helft van de prijs, omdat het dan last minute is. En we willen waarschijnlijk naar Matilda gaan, maar dat zien jullie dus vanzelf. Maar er is volgens mij een andere ceremonie, iets of zo. Het ziet er allemaal heel anders uit. Maar we gaan nu door het Hyde Park naar de Falcon Square volgens mij. Want daar kun je dus de kaartjes voor Last Minute Musicals kopen. Oh, we moeten nu even oversteken. En dan gaan we daarheen door het Hyde Park. Dus kunnen we dat ook meteen even zien. Lachen hangen half stuk. Nou, we zijn hier zo aan het lopen. En hier zien we Elisabeth. En George met vogelpoep op zijn hoofd. Echt lekker. Ja, lekker. High Park lopen we zo nu. Even in het Hyde Park, volgens mij heet het zo. En er zijn hier super veel mensen, maar het is gewoon zo groot dat je echt super veel ruimte hebt. Echt grappig. En we hebben net kaartjes gekocht voor Matilda. Het was niet de helft van de prijs, want dat gelde daar niet voor. Maar ja, we willen daar gewoon heel erg graag heen. We zijn heel erg benieuwd. En we hebben ook nog wat gekocht bij Lush. Dat ga ik ook nog later laten zien. Wat hebben we nou nog meer gedaan? Ja, gewoon even gelopen hier. En het weertje wordt steeds lekkerder, de zon komt even door. We zitten zo zo'n appeltje eten, zegt mijn moeder eens. Wat zei je, mama? Changing of the slipper. Niet de changing of de wacht of zo, maar van de slipper. Changing of the slipper. Het is zo slecht, maar ik zat echt van, oké. Okay. Toen is kwam het door. Oh, slipper tegen mijn hoofd aan. Ja, ik ga lekker appeltje eten. Wat wel echt gewoon bijzonder is om te zien of zo. Ja, mensen doen gewoon nog vandaag wat ze willen en zo na die aanslag. En er is volgens mij wel meer politie op straat en mensen letten vooral gewoon beter op. Maar de vlaggen hangen ook half stok. En oh, wat het is. Ik heb een zonnebril op. Maar ik heb zo'n doosje en die klapt echt super hard dicht. Als je het gewoon loslaat en boem doet. Dan ja, gisteren stonden we al te wachten zeg maar, op het chain, bij het koninklijke ding. Toen deed ik, pakte ik gewoon even mijn zonnebril. Deed ik helemaal dicht. Toen keek ik even die oude vrouwtje om. Van oh, wat gebeurt hier? Maar ja, dat had dus echt zo goed te bedenken. Vandaag moet ik echt niet dat ding zo hard laten dichten. Anders denkt iedereen gelijk dat ik een aanslag pleeg. Dan word ik zo opgepakt of zo. Maar ja, dat heb ik dus even zacht dicht gedaan. En wij gaan even genieten van de zon. En dan gaan we op zoek naar het roze cupcake winkeltje. Dat er super leuk uitziet. En dat... Die duim daar, dat heet ook die andere achternaam. Mannetje, vrouwtje. Ga doen de Polonaise. Echt heel raar. Moeder is hier vroeger wel eens geweest. En toen waren er heel veel eekhoorntjes. En die wilden ze nu eigenlijk ook vinden. Maar ze zijn niet echt ergens te bekennen. Ze zijn ons aan het versoppen. Ze zijn zich voor ons aan het verstoppen. Buckingham Palace.
Want nu is het, ja, er zijn nog heel veel mensen, maar nu kan je hier ook echt op de weg lopen waar ze gisteren liepen en zo. En nu zien we het een keertje van de andere kant. Een Chinezen die geitengeluiden maken en een soort chopstick. Heel typisch. Oh, jouw huis, ja. Ik denk het ook. Ik denk ook dat wij zoveel geld hebben. Een beetje veel schoonmaakwerk, maar het is wel leuk. Oh ja, nou, daar huurt er gewoon even mensen voor in, joh. Doet die vrouw vast ook wel. Ik denk niet dat die vrouw, ik bedoel, de koningin. Elisabeth koningin, dat die zelf haar huisje schoonmaakt. Ik denk dat. Nou, nog even van dichtbij dus. Op naar het roze huisje. Ja. Gaan zoeken. We hebben een cakeje en chocolade. Mijn moeder heeft ook een heel lekker cakeje. Heel leuk. Daar zijn ze ook om foto's voor aan het maken. Want je hebt hier ook leuke bloemetjes en het ziet er gewoon heel erg mooi uit. We zijn er geweest, het is echt heel erg lekker. Oh, het waren heerlijke, het was een heerlijk cupcakeje. Ja, het was echt lekker zoet. En het was niet het goedkoopste, maar dat hadden we wel verwacht. En we gaan nu onderweg naar de musical. Draai eens een rondje. Dat is niet echt een rondje draaien, maar oké. Nou, het is een beetje rumoerig hier, zo hopelijk horen jullie ons. Maar we zijn aangekomen. Het theater is best een soort van klein of zo, maar het ziet wel echt heel gaaf uit. Dat is toch weer een soort speurtocht, hè? Ja, ik werd speurt gestrest, want het was bang dat we te laat kwamen. Maar we hebben de weg gevonden. Iemand draait hier de muziek, maar ik vond het wel mooi, hè? Het was erg mooi. Ja, het was wel leuk. Het theater was echt veel kleiner dan ik eigenlijk had verwacht. Ik dacht dat die veel groter zou zijn. Ja. Maar het was echt een gave musical, echt mooie liedjes. Veel herrie. Ja, dat stond wel. Maar het was heel leuk gespeeld ook. En ja, heel mooi gedaan. Ook mooi decor. Ja, echt. Was zeker. Heel goed. Zeker een aanrader. Nou, wat duur heb je? Ik weet niet hoe duur het gaat worden. Heel duur waarschijnlijk. Nou, we zijn weer in het hotel en we hebben gegeten hier vlakbij. We hebben dunner gegeten in zo'n wrap-achtig iets. Het was echt heel erg lekker. Het vlees was echt heel erg lekker. En ja, we hebben vandaag gewoon allemaal leuke dingen gedaan. En mijn moeder heeft een maskertje op, die ga ik ook even opdoen. Want het ziet er echt heel grappig uit. En ja, we hebben nog wat gekocht bij de M&M store en bij de Lush. En al verschillende dingen. Het ruikt hier ook nu echt lekker naar Lush. En ja, verder. Matilda was echt een gave musical. Zeker een aanrader. En verder zijn er nogal allemaal dingen op het nieuws over die aanslag en zo. Blijft er maar voor doorgaan. Gelukkig hebben we op straat niet heel veel ervan gemerkt. Ja, er was wel meer politie op straat, maar verder viel het... Ja, absoluut. Ik vond het wel veilig, al die geweren. Ja, dat wel. Om politieagent met geweren en zo. Ja. Wel apart om dan zo dicht in de buurt te zijn. Maar we hebben het overleefd.
Dat roze huisje van Peggy was ook heel erg leuk. Ja, hij was niet echt een huisje, het was natuurlijk een winkeltje. En het was echt heel erg leuk. Ik heb ook echt leuke foto's gemaakt daar. En sowieso dit weekend heb ik super veel foto's gemaakt. Misschien doe ik er nog wel tussendoor of in een thumbnail. Zien jullie vanzelf wel. Of sowieso op Instagram ook even Mandy Kasbergen. Ja, het was weer een leuk dagje. Ja. Was weer gezellig. Ik ga nog eventjes een maskertje op doen. Maar voor nu zou ik tegen jullie even zeggen, dit was dag 3. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren. En als je het leuk vond te reageren. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer. Doei doei!